Hallo familie, mijn naam is Rutger en welkom bij deze nieuwe complottheorie video. Mocht dit nou de allereerste complotvideo zijn die je van mij ziet, dan zal ik het eventjes uitleggen. Complotten zijn verhalen die bepaalde zaken op een andere manier uitleggen. Een versie van het verhaal dat het grote publiek vaak niet mag weten en dat misschien wel eens waar zou kunnen zijn. En vandaag staan de complotten geheel in het teken van dingen waar wij massaal naar kijken. Zo gaan we het hebben over talentenjachten als The Voice, maar ook het optreden van Glennis Grace bij America's Got Talent. Maar ook andere dingen zoals het programma Ik Vertrek en iets bizars over Netflix. De complotten zijn gewoon te bizar deze keer. Dus als je net zoals ik kan smullen van al deze complotten, laat het mij dan eventjes weten door de video een duimpje omhoog te geven. Dan weet ik dat jullie deze serie leuk vinden en ga ik heel snel op zoek naar nog veel meer complotten. En mocht je nou nieuw zijn op mijn kanaal, het is je vergeven, maar druk wel even op de rode abonneerknop onder deze video, dan sluit je je automatisch aan bij de familie. En als je dat gedaan hebt, laten we dan heel snel beginnen met het allereerste complot. Talentenjachten zijn wereldwijd extreem populair. Van Nederland tot Amerika, van India tot, nou noem een gat op. De kans is groot dat er zelf een The Voice of Lutjebroek bestaat. Maar overal ter wereld kijken hier mensen naar. En we hebben al zoveel talentenjachten gehad. The Voice, noem een land en zet er God Talent achter. Popstars, Star Maker, So You Think You Can Sing, Star Academy, The Sound Mix Show, Korenslag, The Winner Is, X Factor en natuurlijk het legendarische K2 zoekt K3. Ik baal nog steeds dat ik daar niet aan heb meegedaan. Maar de allereerste talentenjacht waar letterlijk iedereen zich voor kon opgeven en dat het genre talentenjacht televisie echt naar een next level heeft getild, is natuurlijk Idols. Precies 15 jaar geleden won Jamai de allereerste editie. De winnaar van Idols 2003 is geworden Jamai! En het idee was zo ontzettend simpel eigenlijk. Je zet gewoon een jury achter een tafel neer. Je gooit een ster op de grond waar mensen op moeten staan. En je laat hordes mensen 6 uur wachten totdat ze eindelijk 30 seconden een coupletje en een refreintje mogen zingen. En het resultaat was, nou ja, hoe kan ik het noemen? Wisselend. Can't, I'm not a queer. I'll state my case, of which I'm certain. Maar er zaten gelukkig ook wel een paar goede kandidaten tussen. I'm gonna live forever. Baby, remember my name. En deze laatste auditie, ja, die was goed. Maar als je dit nu vergelijkt met een auditie van The Voice, dan is het een beetje, ja, middelmatig. Ik zou niet weten of ze hiervoor zouden draaien. Vergelijk het nog eventjes. Dit is een goede auditie van Idols. Ontvlieg met me mee, over land, over zee. Want het avontuur ligt ginds achter de horizon. En dit is een goede auditie van The Voice. Wat is hier gebeurd? Hoe kan dit? Is de mens afgelopen 15 jaar plotseling veranderd van binnen, waardoor we gewoon ineens veel beter kunnen zingen? Is het zo omdat we nu YouTube hebben en daar heel veel zanglessen ook op staan, dat we ineens met z'n allen veel beter kunnen zingen? Of is er misschien een bepaald wondermiddel op de markt gekomen, waardoor we ineens echt onmenselijk goed klinken? Zeker vergeleken met vroeger. Het antwoord op deze vraag heeft niemand minder dan Justin Bieber gegeven. Maar daar kom ik straks op terug. De programmamakers van Idols hadden namelijk wel door na een paar seizoenen dat het hele concept van mensen massaal uitnodigen en op een stip laten zingen, a cappella, dat het een klein beetje was uitgewerkt. Er keken wat minder mensen naar, er was een minder grote hype elk seizoen. Het verraste gewoon niet meer zo. Dus maakten ze de switch van kandidaten uitlachen naar coaches die vol verbazing kijken hoe goed mensen kunnen zingen. This is a man's world.
En wat ik je nu ga vertellen is niets, maar dan ook niets ten nadele van de kandidaten die aan deze shows meedoen. Iedereen die aan The Voice meedoet kan geweldig goed zingen, hebben allerlei trajecten doorstaan waardoor zij geselecteerd zijn om mee te doen. Als je daar staat, kun je echt goed zingen. Maar de programmamakers die veranderen wel het hele concept van een auditie. Want een auditie is eigenlijk een soort van test of jouw stem goed genoeg is om aan een programma mee te doen. En dat doe je door echt naar iemands stem te luisteren. Maar de laatste paar jaren, en dit gebeurt niet alleen bij The Voice, dit gebeurt ook bij andere talentenjachten, krijgen we gewoon een perfect afgemixt, geautotuned, gepitcht, gecorrigeerd. Weet ik veel wat er allemaal overheen gaat. We krijgen in ieder geval een auditie te horen die nog mooier is dan dat diegene eigenlijk op de stip daar zong. Je moet er misschien een klein beetje een getraind gehoor voor hebben, maar kijk mee naar de volgende beelden. Als je goed luistert, dan, nou ja, hoor zelf maar. Die uithaal is overduidelijk gewoon glad getrokken of wat dan ook. Misschien zat er hier een klein, nou ja, menselijk foutje in. Wat ik vaak niet eens storend vind, want weet je, je gaat naar een live optreden. Mensen kunnen fouten maken. Of niet eens fouten, maar gewoon schoonheidsfoutjes. En ik heb meerdere kandidaten gesproken die aan dergelijke shows hebben meegedaan. Die hebben bevestigd, en dit is gewoon wel echt bizar, die mij verteld hebben dat ze precies weten hoe ze iets hebben gezongen en dat ze uiteindelijk op tv verbaasd waren van zichzelf hoe dat klonk. En dat ze dachten maar, hey, op dit moment had ik hier een klein dingetje, maar dat hoor ik helemaal niet en huh, hoe kan dit? Maar de kijker die wil gewoon verrast worden, verbaasd worden. We streven allemaal naar perfectie. We willen de beste auditie ooit zien. En dan krijg je dit, want elk seizoen moet natuurlijk ook weer nog beter zijn dan het vorige seizoen, anders dan gaan we niet meer kijken. En nu denk je misschien, oké, de auditierondes zijn vaak niet live. Dan kunnen ze dat achteraf allemaal editen, maar op een gegeven moment gaan ze naar de live shows en dan valt er niks meer aan te passen, want mensen zingen daar live. Nou, het blijkt dus dat dit wel kan. En Justin Bieber gaat ons eventjes haar fijn uitleggen en bewijzen dat dit gebeurt. Kijk maar mee. When you nod your head yes, but you wanna say no, what do you mean? Hey, yo, can we, let's, I know we're live right now, but I think you guys have some tune on my vocals or something. We don't need auto-tune, do we? That's right, honest. We don't need autotune. Hij zegt het gewoon letterlijk zelf. Waarschijnlijk was Justin hier gewoon mooi aan het zingen op de juiste toon, maar stond gewoon het autotune programma op de achtergrond op een andere toon ingesteld, waardoor het zeg maar per ongeluk vals klonk. Terwijl hij misschien wel zuiver zong. Dus stel je voor dat het programma staat ingesteld om jouw stem op deze hoogte te houden, maar hij corrigeert hem naar deze hoogte, dus dan klinkt het vals. Alles om ons gewoon te blijven verbazen. Maar dat verbazen, dat gebeurt ook op hele andere manieren. Bijvoorbeeld bij het programma Got Talent, in dit geval Britain's Got Talent. Een van de bekendste kandidaten van de Got Talent reeks is natuurlijk Susan Boyle. Hallo daar. Hallo, how are you doing? I'm good, how are you? My name is Susan Boyle. I'm nearly 48, currently unemployed but still looking. And I'm going to sing for you on Britain's Got Talent today. Met alle respect, maar als je deze mevrouw ziet, dan verwacht je niet in eerste instantie een geweldige operazangeres. En wat doet ze? I dreamed a dream in time gone by. Het is flawless, het is geweldig, het is gewoon een supergoed optreden en niemand had dit zien aankomen, niet de jury, niet het publiek in de zaal en al helemaal niet de mensen thuis. En nu doet Glennis Grace mee aan America's Got Talent. Ik vind Glennis een van de, dan al niet, de beste zangeres van Nederland. Het is echt niet normaal wat zij kan. Ik heb dat ook aan de levende lijve mogen ondervinden toen ik met haar heb gezongen. Shining, shimmering, daarnaast is ze ook nog eens een keertje super lief, heel erg professioneel en ik gun haar echt
al het succes van de wereld. En in Nederland kennen wij Glennis natuurlijk op deze manier. Alles is altijd super strak on point. Geweldig haar, mooie make-up, geweldige outfits. Alles aan haar zegt gewoon, dit is een ster. En nu doet Glennis mee aan America's Got Talent en verschijnt ze op het podium in deze outfit. My name is Glennis Grace. How old are you? I'm 39. Should you win this, where do you see yourself going? Well, I have a 11-year-old son. His name is Anthony. Een spijkerbroek met een wit topje en een zwart doorschijnend vest. En haar haar en make-up, ja, zitten oké. Okay. Zeker niet lelijk, begrijp me niet verkeerd. Weet je, ik vind deze outfit prima. Maar als je het vergelijkt met hoe ze normaal gesproken in Nederland op het podium staat, dan komt dit qua glamourgehalte echt niet in de buurt met hoe wij haar hier kennen. Terwijl je denkt, dit is America's Got Talent, dan trek je alles uit de kast, toch? Of juist niet, want hiermee zorgt ze juist voor die verbazing. Wie verwacht er zo'n wereldstem uit iemand? Nogmaals, met alle respect, er is niks mis met spijkerbroeken. Sterker nog, ik maak video's in een of andere joggingsbroek. Maar hiermee vergroot je gewoon het verrassingseffect. Om dit nog eens extra aan te dikken, heet de video die op het internet staat 39 jaar oude moeder zingt Whitney Houston en verbaast iedereen. De programmamakers hadden haar echt wel die supermooie jurk kunnen aangeven. Maar het complot is dus nu dat dit gewoon allemaal bewust is gedaan om mensen extra te laten verbazen. Ik ben zo benieuwd wat jij hiervan denkt en ook van de andere complotten. Ik vind het namelijk echt super fascinerend dit. En uiteindelijk draait het natuurlijk ook allemaal om haar geweldige zangtalent en daarin stelden ze gelukkig zeker niet teleur. Can't you see it hurting me? I feel so all alone. I wanna run to you. En van de talentenjachten gaan we nu naar een van mijn favoriete. Ik moet gewoon weer lachen als ik alleen al aan dit programma denk. Een van mijn favoriete programma's ooit. Ik vind het geweldig. Het is Ik Vertrek. In Ik Vertrek zie je het videodagboek van Nederlanders die gaan emigreren. En dat is waarschijnlijk een heel herkenbare droom, want heel veel mensen denken daar misschien aan. Van weet je wat, ik laat alles hier lekker de boel, ik zeg mijn baan op. Ik vertrek naar een zonnig oord. Nou, dat klinkt gewoon zo romantisch. Totdat je dus Ik Vertrek kijkt, want uiteindelijk valt het allemaal super erg tegen. Wat leuk. Herman en Fabiola emigreren naar Oostenrijk. Het vertrek valt hen zwaar. Dit ook hier ook. Het is gebleken dat het veel erger was dan dat het was. 10 jaar alweer. Ja, in Holland kwam ze toen wel eens regelmatig bij ons. Ja. En nu hier in Oostenrijk wonen is het ietsje verder. Wat is hier op? Gekkie. Weet je wat het is? Als je Ik Vertrek kijkt, dan krijg je eigenlijk alles behalve zin om te gaan emigreren. En denk je, weet je wat? Laat maar zitten, ik blijf lekker hier. Ik vertrek niet. Maar wat als deze gedachte precies de bedoeling is waarom dit programma bestaat? Wat als de overheid dit programma heeft bedacht om ons allemaal hier te houden? Het wordt namelijk ook al uitgezonden op de publieke omroep, namelijk NPO 1. En dat is natuurlijk van de overheid. Want de overheid heeft in ons allemaal geld geïnvesteerd. Bijvoorbeeld het geld wat ze in jou gestopt hebben zodat jij naar school kan. Je hebt de basisschool gedaan, de middelbare school, je hebt zelfs nog een studie daarna gedaan. En je hebt superveel kennis of je kan iets heel erg goed, waarvan de overheid eigenlijk wil dat je het vervolgens gaat gebruiken in Nederland. Want als je weggaat, dan is het eigenlijk allemaal weggegooid geld. Dus hoe gaan we voorkomen dat iedereen weggaat en het geld ook allemaal voor niks is geweest? We maken een super lollig programma waarin we kunnen zien hoe debiel het is om te gaan emigreren, omdat het altijd misgaat. De familie is totaal uitgeput. Ze hebben de hele nacht doorgewerkt, omdat het appartement pas gisteravond laat door de aannemer werd opgeleverd. Ja, ik merk wel dat we nu een beetje er doorheen zitten. Bij bijna iedereen valt het altijd tegen. Ze krijgen heimwee of ze keren zelfs helemaal terug naar Nederland. Nu weet je gewoon hoe het is. En ja. dat het hier beter is voor ons. Hoe een van mijn favoriete programma's ineens in een gigantisch complot is veranderd. Ik kan hier nooit meer normaal naar kijken. Wat als het allemaal acteurs blijken te zijn? Dat die mensen die meedoen gewoon ook worden ingehuurd om wat... Oh! Oké, genoeg. Ik vertrek nu van dit onderwerp naar het volgende complot. Misschien vond je het al een beetje creepy over Ik Vertrek, maar dat is slechts één programma. Het volgende complot gaat over iets
waar 117 miljoen mensen honderden programma's bekijken. En de kans is groot dat jij het ook in huis hebt, dat het misschien wel op het apparaat staat waar je dit mee bekijkt. Ik heb het over Netflix. En dit is niet iets wat ik heb bedacht of wat een complot eigenlijk is. Dit is een beschuldiging dat gewoon overal in het nieuws is geweest. Netflix bestaat namelijk al sinds 1997. En de oprichter kwam op het idee om Netflix te beginnen toen hij naar de videotheek ging en zijn videobanden terugbracht. Maar hij was een beetje te laat met terugbrengen, dus kreeg hij een boete van $40. Hij dacht, weet je wat, dit kan anders. Ik begin Netflix, dan kunnen mensen gewoon via het internet als het ware dingen huren. Heb je nooit meer gedoe met terugbrengen. En dat bleek natuurlijk een enorme hit te zijn. Inmiddels 120 miljoen abonnees. Maar Rusland, en dit is dus gewoon het nieuws geweest, beweert dus dat Netflix nooit zo is begonnen. Dat het hele verhaal van de videobanden en de videotheek gewoon een sprookje is. Maar dat het allemaal een opgezet plan is van de CIA, oftewel de inlichtingendienst van Amerika, om met de series en met de films die Netflix maakt iedereen te hersenspoelen. Quote: wat denk je zelf? Dat deze gigantische startups plotseling verschijnen? Dat een of andere student iets bedenkt en vervolgens miljarden dollars uit de lucht komen vallen? Door de films en series op Netflix zouden namelijk bepaalde groepen mensen in een kwaad daglicht gezet kunnen worden. Dus even een heel simpel voorbeeld. Stel je voor dat alle mensen met blond haar of alle mensen met juist bruin haar altijd de slechterikken zijn in Netflix films. Dan zou je, als je dat maar vaak genoeg ziet, misschien soort van onbewust gaan geloven. Dat mensen met juist blond haar of juist met bruin haar of weet ik veel wat niet zouden deugen. En nogmaals, dit is gewoon echt door de regering van Rusland gezegd. En ik ben super benieuwd wat jij hiervan denkt. Dus laat het ook even weten in de reacties. Als ik bij mezelf na ga denken hoe Netflix mij beïnvloed heeft, dat is in ieder geval dat ik mensen met de letter A niet meer vertrouw door Pretty Little Liars. Dat ik nooit naar Riverdale zou gaan. En dat ik tegenwoordig alleen maar oranje draag. Want ja, dat is het nieuwe zwart. En dan tot slot het dagelijkse nieuwsprogramma Nieuwsuur. En niet denken, oh, dat kijk ik niet, dat is niet interessant. Want eerlijk gezegd kijk ik het ook niet. Maar het complot hierover is zo ongelooflijk bizar. Want misschien herken je dit wel. Je hebt het zo ontzettend naar je zin. Je bent iets heel erg leuks aan het doen. Misschien heb je daar al heel erg lang naar uitgekeken. En op het moment dat je het zo naar je zin hebt, verlies je gewoon je hele besef van tijd. Je kijkt aan het einde van de dag op je horloge en je denkt, wat, is het al zo laat? En voor je het weet, is dat leuke moment alweer voorbij. Nou, dit is precies waar het succes van Nieuwsuur doorkomt. Want als ik denk aan het woord Nieuwsuur en ik zou er een programma bij moeten bedenken, dan is eigenlijk het enige wat ik me kan bedenken dat je een uur, Nieuwsuur, naar het nieuws gaat kijken. Klinkt logisch toch? Maar laten we eventjes de tv-gids erbij pakken. Hier. Nieuwsuur. Het begint om 10 uur. Oké, prima. Dan zou je denken, dan duurt het tot 11 uur. Dan hebben we Nieuwsuur. Niks van waar. Om 22:40 begint alweer Holland Festival. Wat is er met die 20 minuten gebeurd? Maar in praktijk is het nog korter, want er komt ook nog reclame van 8 minuten tussendoor. Dus van het hele Nieuwsuur blijft er uiteindelijk misschien iets meer dan een half uur over. Nou, de kijkers die kijken naar Nieuwsuur. Niets vermoedend, want als je tv aan het kijken bent, kijk je niet elke minuut op je horloge. En op een gegeven moment is Nieuwsuur alweer afgelopen. En je denkt, wow, is er alweer een uur voorbij? Oh my god, dan moet ik dit programma wel heel erg leuk hebben gevonden. Want time flies when you're having fun. Ik ga morgen weer kijken naar Nieuwsuur, wat eigenlijk maar een half uur duurt. Hierdoor denken mensen gewoon dat ze Nieuwsuur veel leuker vinden dan wat ze het eigenlijk vinden. Snap je mijn gedachtegang hierover? Het is zo ontzettend slim. Mocht ik ooit nog een Virtual Live gaan doen, zeg ik dat het 8 uur duurt en ik ga 5 minuten op het podium staan en iedereen vindt het geweldig, want de tijd ging zo snel. Als ik in september mijn verjaardag ga vieren, dan zeg ik ook na 5 minuten dat iedereen weer mijn huis uit moet, want het was zo gezellig, jongens. Ja, de tijd ging zo snel. En hetzelfde geldt voor deze video, want hij is helaas alweer afgelopen. En misschien ging de tijd hierdoor ook wel heel erg snel. Als het zo is, laat het mij even weten door een duimpje omhoog te doen. Ik hoop dat je het in ieder geval heel erg leuk vond. En laat natuurlijk even in de reacties weten hoe jij over de complotten van deze video denkt. Ik heb ze hier even voor je opgezond. Zeg bijvoorbeeld 1 dubbele punt, misschien, 2 dubbele punt, waar, 3 dubbele punt, niet waar, ik zeg maar wat. En dan zie ik je misschien zaterdag wel tijdens mijn meet and greet tour. Als je daar meer informatie over wil, klik dan even op de vertalen video die hier in beeld staat. Maar natuurlijk ook gewoon volgende week donderdag hier op mijn YouTube kanaal. Maar tot die tijd, stay fabulous. Doei doei!